Dag dames en heren, we kregen vandaag talloze prachtige foto's binnen van buienluchten. Sneeuw in het zuidoosten van het land, maar we richten ons eerst even op die buien, vooral aan de kust. Die brachten hagel, natte sneeuw, soms ook droog sneeuw. Her en der werd het er ook even een beetje wit van. En ja, zo'n buienwolk ziet er natuurlijk van enige afstand imposant uit. In het zuiden en het zuidoosten tegelijkertijd kon er op veel plaatsen nog gesleed worden. Maar zelfs in Zeeland was dat het geval. Weliswaar een heel dun laagje sneeuw. Maar met name in het zuidoosten van het land... Lag nog een dik pak van afgelopen nacht. Je ziet het hier op de rand van de foto. Hier ligt zo'n 18 centimeter. Maar iets zuidelijker nog, in het zuiden van Limburg, in de regio Vaals... is het sneeuwdek zelfs opgelopen tot meer dan 25 centimeter. Met recht een dik pak sneeuw, en dat zal de komende dagen daar niet gaan verdwijnen. Elders in het land ja, is van zo'n dik pak sneeuw natuurlijk geen sprake. En dat zal ook niet gaan gebeuren de komende dagen. Al staan er nog wel wat winterse buien op het programma. Die zien we hier vanaf de Noordzee geleidelijk over ons land trekken. Vooral morgenochtend zal dat gebeuren. Maar morgenmiddag schijnt dan vervolgens weer de zon flink en zal het overwegend droog zijn. Nou, de dagen daarna gaat er wel wat veranderen. Want we zien vanuit het westen een grote pluk met bewolking en geleidelijk ook regen onze kant op komen. Daar krijgen we met name na het weekend mee te maken. Ja, en dat hele zaakje gaat ook gepaard met hele zachte lucht. En dat gaan we merken, vooral vanaf maandag. Nou, zover is het voorlopig nog niet. We zitten nog even in de koude lucht. Zo ook vanavond en vannacht. Nou, in eerste instantie zijn er brede opklaringen. En in het zuidoosten wordt het het koudste. Met in Limburg zelfs temperaturen van misschien wel lokaal min 10 graden boven het sneeuwdek. Elders minima tussen de 0 en min 5. En daarbij is het eerst droog. Maar in de loop van de nacht zien we vanuit het noordwesten de kans op een paar sneeuwbuien toenemen. Die kunnen voor gladheid zorgen en her en der kan het ook even wit worden. En dat geldt ook voor morgenochtend. Nou, langzaamaan aantrekken morgenochtend die sneeuwbuien dan zuidoostwaarts. Ze nemen wel in activiteit af, maar ook in het binnenland is lokaal wel wat sneeuw mogelijk. Morgenmiddag, dan wordt het droog, breekt de zon flink door en loopt de temperatuur op naar zo'n 0 graden in het zuiden van Limburg tot 5 graden aan de kust. In het uiterste zuiden van Limburg, waar de meeste sneeuw ligt, daar zal het waarschijnlijk weer een ijsdag gaan worden. En dat betekent dat de temperatuur daar niet boven nul komt. Nou, de dagen daarna gaat dat wel gebeuren en overtuigend. Zaterdag is de laatste mooie dag met geregeld zon, nog een koude nacht en overdag temperaturen tussen de 0 en 5 graden. Maar vanaf zondagmiddag krijgen we bewolking en regen te maken. En vooral na het weekend zet dat weerbeeld door. Met hoge temperaturen ineens, er komt zomaar een graad of 10 bij. En dat betekent dat we volgende week ineens in de dubbele cijfers uitkomen. Nou, daarbij valt er van tijd tot tijd flink wat regen, en vooral maandag en dinsdag is er ook kans op zware windstoten. Ik wens u nog een mooie dag.